Goedemorgen. Goedemorgen. Nee, daarom herhaal ik goedemorgen. Goedemorgen. Ligt het aan mij, Mark, of wat? Marcel. Ja. Dat is toch wel grappig, Mark, hè? Het gesprekje wat we vanmorgen hadden. Oké. Fijn dat jullie er allemaal zijn, maar dat is al gezegd. Fijn dat ik er ook ben, want ik wil graag iets vertellen aan jullie. Maar voordat ik dat doe, wil ik me graag eerst even kort voorstellen. Ik ben Wouter Banstra. 32, 86... 45. Leeftijd, gewicht, schoenmaat. Hebt u nog vragen? Nou, oké. Dan kennen jullie mij nu een beetje. Het komende kwartier zal ik enige teugen zuurstof tot mij nemen en mijn stembanden grotendeels gecontroleerd laten trillen. Maar voordat ik dat doe, wil ik eerst even een onderrondje hebben met de mensen die hier 2 weken geleden waren. Dus misschien is het mogelijk dat de rest even... Nee, dat is te veel gevraagd. 2 weken geleden had ik het met de mensen over een getuige durven te zijn, te durven uitkomen voor waar je in gelooft. En diezelfde week kreeg ik dit berichtje op Facebook en dat wou ik jullie niet onthouden. Hey Wouter, wat een groot succes jullie kerk in het nieuwe gebouw. Ik heb bijna wekelijks mensen in de stoel van de kapsel om die heel enthousiast vertellen over jullie kerk. En ik word ook steeds uitgenodigd, maar dat weet je natuurlijk wel van mij. Ik ken haar goed, ze heeft helemaal niets met het geloof. En ik heb dan ook beantwoord in het berichtje van ik hoop niet dat het te opdringerig was, hè, dat het wel op een vriendelijke manier ging. Maar ik vond het zo bijzonder, eigenlijk een kleine knipoog van God terug op die zondag dat we preken over, met elkaar en stilstaan bij getuigen durven te zijn, dat je dan zo'n berichtje krijgt. Via Facebook. Oké, hij mag er weer af. Bijzonder ook dat er zoveel mensen zijn vanmorgen. Wauw, wat fijn dat jullie er allemaal zijn. Dat is echt waar. Dat is echt een feest om dit met elkaar te mogen beleven. Niet alleen voor ons als gemeente, maar ook voor Mariette, Jelmer en Lucie. Het is fijn voor hun om te weten dat er zoveel mensen zijn die misschien niet geloven, misschien niets met God hebben of met de kerk. En die toch de moeite hebben genomen om die drempel over te gaan. En hier vanmorgen te zijn. Dank je wel daarvoor. Afgelopen vrijdag was het Valentijn. Wie van jullie heeft er iets aan gedaan? Ja, daarachter. Durft iemand iets te vertellen daarover? Een ontbijtje, wie heeft een ontbijtje gedaan? 1. 2. Ik heb ook een ontbijtje gedaan. Keurig, Wouter, dank je. Maar dat was super gemakkelijk, want Lia mocht uitslapen die dag. Dus ik had gewoon alle tijd. Valentijn, de dag van de liefde. Oh, wat heerlijk, de liefde, hè? Wie houdt van de liefde? Mooi. De liefde. Er wordt over gezongen, er wordt over gesproken. Boeken worden volgeschreven, liefdeskaarten worden verstuurd met jij bent mijn liefste, ik hou zoveel van jou. Oh, de radio, er zijn nummers op de radio die je eraan herinneren. En... Allard, je zou een kabel klaarleggen. Oké, dit hoort er even niet bij. U ziet Allard nu niet lopen. Denk aan de liefde is scheurkalender. Dankjewel, maat.
De liefde is scheurkalender. Denk aan al die posts op Facebook over wat liefde. Oh. Wat is het toch geweldig om van elkaar te mogen houden en om elkaar te geven en wees een goed mens en bla bla bla. En ik dacht, weet je wat, ik ga gewoon een paar liedjes spelen en dan moeten jullie raden welke het zijn, ja? Ik hoop dat het lukt. Dus jullie moeten me ook een beetje helpen, hè? Ja? Raccoon, love you more. Oké. Goed zo. Love you more, hè? Heb je hem? Oké, volgende. Is een ouwe. Ja? Crazy little thing called love. Oké. Ik heb nog één, want het moet ook niet te gek gaan allemaal, hè? We zitten in een kerk tenslotte. Dat is een nummer wat begint op piano, een iets nieuwer nummer. Dus ik speel het op gitaar, maar je moet een piano in gedachten hebben. This is Love van William. This is Love. Oh, wat heerlijk. Wat kunnen we toch heerlijk over de liefde zwijmelen. If you feel it like I feel it, then baby, let's get it on. Let's get it on. Wauw. Ja, jongens, de liefde. Op televisie word je ermee doodgegooid. All you need is... Robert ten Brink met zijn programma waar mensen elkaar weer vinden. En mensen kijken er massaal naar en tranen trekken. Oh ja. En dan spreekt iemand in het publiek aan van, je kent toch iemand in Zeeland? Nou, dan weet je het al, hè. Die zit natuurlijk te wachten achter de coulissen. Of iemand uit Australië. Maar toch kijken mensen er massaal naar. En ook op de film. Veel filmen hebben we bekeken die gaan over de liefde. Ik moest denken aan Notting Hill. Laat hem maar zien. Over Julia Roberts. Die een fantastische acteur is, geloof ik. De grootste acteur van de wereld. En die wordt verliefd op een boekenworm. En dan staat er zo mooi. Can the most famous film star in the world fall for the man on the street? Een andere film is Love Actually. Dezelfde Hugh Grant is dan premier van Engeland. En die wordt verliefd op zijn bediende. Onmogelijke liefde. Dat spreekt ons aan. Dat zijn mooie verhalen vaak. Het kan niet. Onmogelijke liefde. Maar de mooiste verhalen gaan over zelfopofferende liefde. Ook daar zijn filmen van. En ik dacht aan het misschien wel het meest bekende liefdesverhaal van William Shakespeare. Hoe heet dat? Romeo en Julia, hier met Leonardo DiCaprio. Zelfopofferende liefde. Julia neemt nepgif. En wanneer Romeo haar zo ziet liggen, aankomt en denkt dat ze gestorven is, offert hij zijn leven. Want hij wil liever bij haar zijn in de dood, dan leven zonder haar. En hij pleegt zelfmoord. Ezel. Ik denk, dan had er een nachtje over geslapen, weet je, van ja, wil ik dat wel? Want zij komt dus later weer bij. Vreselijk. Maar ook het mooiste liefdesverhaal. Een ander verhaal waar ik aan moest denken is, wat zeggen jullie terug als ik zeg, I'll never let go of you, Jack. Titanic. Yes, de Titanic. Jack en Rose. Ze liggen in het water. De Titanic is gezonken. En ze komen bij een stuk wrakhout en dan zullen ze eens samen opklimmen. Maar dat lukt niet, het slaat om, het is te klein voor hun beiden. Jack besluit in het water te blijven. En Rose mag op het hout klimmen. En dan houden ze elkaar hand beet. Maar hij blijft in het water. Dus hij sterft. En ironisch genoeg... Op het moment dat zij zijn bevroren hand los
maakt, zegt ze, I'll never let go of you, Jack. Maar ze bedoelt ermee, ik zal dit nooit vergeten, wat jij hebt gedaan voor mij. Het zijn ontroerende verhalen die ons mee kunnen nemen, die ons, waar we in weg kunnen zwijmelen, waar we met elkaar bij stil kunnen staan, maar eigenlijk het allermooiste verhaal over zelfopofferende liefde heb ik nog niet verteld. Het allermooiste verhaal wat ik ooit heb gehoord over iemand die zichzelf opofferde, hebben jullie nog niet gehoord vandaag. En dat wil ik jullie graag vertellen, maar daarvoor moet ik bij het begin beginnen. En heb ik even een vrijwilliger nodig. Is er iemand? Het is altijd zo'n lekker ongemakkelijk moment. Oh nee, hij gaat er niet vragen om een vrijwilliger. Jawel, ik heb even iemand nodig die iets wil doen. Is Klaas Kroeze er ook? Heb ik nog niet gezien. Is Klaas er? Loud your bed? Bliksem. Iemand anders? Ellen. Wat een topmeid, hè? Heeft lef, hoor. Je zag een hartje staan en daar wou je wel naartoe. Nou, dat hartje mag je beter houden. En zo laten zien aan de mensen. Lieve mensen, dit is de mens zoals God hem, haar geschapen heeft in de beginnen. Lekker ongemakkelijk, hè? De mens schiep, of God schiep de mens en die gaf de mens een hart. En die zei, geniet van alles wat ik voor je gemaakt heb. Ik heb zoveel voor je gemaakt, geniet ervan. Gebruik het, je mag alles doen. Maar ik wil één regel met je afspreken. Jij moet een mens blijven. Je moet niet proberen de andere dingen niet meer kennis te krijgen dan wat je nu hebt. Je mag overal van genieten, maar één regel, je moet een mens blijven. Maar dat lukte de mens niet. Want de mens die wou meer, de mens die wou eigenlijk als God worden. En die wordt dan verleid. En dan komt God op een dag die mens bezoeken. En de mens beseft wat hij heeft gedaan en die verstopt zich. Je mag het hart verfrommelen. Tot het niet meer, doe maar in je vuist en is niet meer te zien. De mens verstopte zich. Het hart kromp ineen. Maar God die weet alles. En God die zei, mens waar ben je? Mooi hè, die vraag. Alsof God het niet zou weten. Mens waar ben je? En de mens komt tevoorschijn en alles wordt open. Je mag het hart weer openvouwen. Alles wordt kenbaar voor God. God komt erachter wat die mens heeft gedaan. Het voert te ver om het allemaal uit te leggen. Maar God ziet zich dan niet anders. God ziet zich genoodzaakt om dan die mens uit het paradijs weg te doen. En daar gaat de mens. Met een verfrommeld hart op zak. De wereld in vol ziekte, vol lijden, vol geweld, vol jaloezie, vol egoïsme. Niet zoals God het bedoeld had, maar het kon niet anders. En met op zak een gescheurd hart. Je mag het hart door het midden naar onderen scheuren. En zo ging de mens de wereld in. En God zag die mens, maar God liet die mens niet alleen. Hij zag hoe moeilijk die mens het had met dat hart. En weet je wat hij deed? Hij gaf 10 geboden. Hij zei, als je je daaraan zal houden, dan zal het weer goed met je gaan. Dan zal ik weer met jou gaan leven. Maar de mens lukte het niet om zich daaraan te houden. En toen gaf God 3 rituelen. Hij zei, als je die uitvoert en als je je zonde belijdt aan mij, alles wat fout is tussen jou en mij, dan komt het weer goed met je. Maar ook dat lukte de mens niet. En toen werd het stil. God bemoeide zich niet meer met die mens. 500 jaar lezen we niets in de Bijbel over God en de mens. Dus het was het einde van het project, lijkt het. De gebroken mens met een gebroken hart, dat niet meer geheeld kon worden. Het plan was mislukt. Dankjewel. Je mag weer gaan zitten. Het plan was mislukt.
of toch niet? Er werd iemand geboren. God zond zijn zoon naar deze aarde. En dat was zo'n belangrijke dag, we vieren het nog elk jaar, in december. En onze hele jaartelling werd weer op nul gezet. Er was weer hoop, er was weer een mogelijkheid om een goed hart te krijgen. Want er werd iemand geboren dat niet zomaar een mens was, maar een heel bijzonder mens. En die mens die liep rond op aarde. En hij gaf hele bijzondere lessen over vergeving. Over troost. Over werkelijke hoop. Over Gods koninkrijk. En die mens vertelde dat aan een ieder die dat maar wou horen. En die mens was Jezus. En die heeft in 3 jaar de hele wereldgeschiedenis veranderd. Meer dan welk mens ook op deze hele wereld. Hij heeft niet een letter in een boek geschreven, maar hij heeft... Er zijn meer boeken over hem geschreven dan over iemand anders. Maar het meest bijzondere nog aan die mens was niet wat hij zei, maar wat hij deed. Want hij leefde zijn daden en zijn woorden na. Die mens die beweerde namelijk dat hij zou sterven voor alles wat er tussen de mens en God in stond. Dat is bijzonder. Dat beweerde hij. En tijdens zijn laatste maaltijd, hij weet dat zijn einde de volgende dag komt. Hij was Gods zoon. Hij wist meer dan wij weten. Hij wist dat hij zou sterven de volgende dag. En ze zitten dan aan de maaltijd. Hij zit te eten met zijn leerlingen, met zijn volgelingen. En dan heeft hij nog 1 les op het hart. Nog 1 ding wil hij vertellen voordat hij weer teruggaat naar zijn vader. En dat is opgeschreven en daar mogen we naar luisteren en jullie kunnen het meelezen in Johannes 13. Het was kort voor het Pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was. En dat hij uit de wereld terug zou keren naar de vader. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief. En zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. En Jezus knielt dan bij zijn leerlingen neer. En als meester, als leraar, wast hij hun voeten. Het werk van de knecht, van het laagste. Hij wast de voeten van zijn leerlingen. En dan zegt hij het volgende. Kinderen, ik blijf nog maar een korte tijd bij jullie. Maar ik geef jullie een nieuw gebod. Heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb lief gehad, zo moeten jullie elkaar lief hebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Johannes 15. Ik heb jullie lief gehad zoals de Vader mij heeft lief gehad. Blijf in mijn liefde. Je blijft in mijn liefde als je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven. Niet om te veroordelen, maar om vreugde te geven. Want dan zal je vreugde volkomen zijn. Mijn gebod is dat jullie elkaar lief hebben zoals ik jullie heb lief gehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Wat een bijzondere woorden. Jezus zegt, heb elkaar lief. Er was helemaal niets nieuws aan, dat zeiden heel veel mensen. Maar hij zei, heb elkaar lief zoals ik jullie heb lief gehad. En dat is revolutionair. Want wat Jezus doet, is zijn leven opofferen voor een ieder. De volgende dag ging zijn liefde tot het uiterste. En hij stierf voor ieder mens, ook voor ons. En ontroerend hoe Jezus zelf al zegt, er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden, terwijl die het de volgende dag zelf doet. Zijn vrijwillige zelfopofferende daad van liefde aan het kruis is volgens mij de grootste vriendendienst die ooit betoond is. En het heeft hij niet gedaan om ons een schuldgevoel te geven, niet om ons erop te wijzen hoe verschrikkelijk slecht wij zijn, niet om ons kapot te maken. Maar om ons weer heel te maken.
om ons hart weer te genezen. Om ons hart weer de vorm te geven die het in het begin had. We proberen van alles, we proberen zelf het hart weer aan elkaar te krijgen en te nieten en te plakken, maar het scheurt weer los en het wordt hem nooit. Maar God die geeft ons hart weer de vorm die het had. God herstelt. God geneest. Hij geeft ons hart weer. Langzaam maar zeker. De vorm die het ooit had. En als je dat gelooft, dan mag je je laten dopen. En dat is wat Mariette, Lucie en Jelmer vandaag gaan doen. Als je dit gelooft, dan wordt je vreugde volkomen, zegt Jezus. Een bijzondere uitspraak. Waarom volkomen? Niet omdat ineens alle gebrokenheid weg is in de wereld. Spijkers doen nog steeds pijn. Er is nog steeds ziekte, er is nog steeds lijden, rouw, de dood. Maar het perspectief verandert. Want voor wie dit gelooft, is de dood niet het einde. Er is leven na de dood. Voor wie dit gelooft, overwint het goede. Voor wie in dit gelooft, eindigt het levenslied in majeur. Gods liefde is dan het einde. En zoals Jack in de Titanic zijn leven offerde voor Rose, zo offerde Jezus zijn leven voor een ieder van ons, opdat wij zouden leven. Drie jonge mensen hebben hun hart aan God toevertrouwd. Drie jonge mensen willen hun hart op deze manier vormgeven en geloven dat Jezus voor hen stierf. En samen met jullie willen wij ontdekken wat dat betekent voor jullie, in jullie leven, maar ook voor ons, samen met ons, wat God met jullie en ons van plan is. Samen met jullie willen wij dienen in liefde zoals Jezus opdroeg bij het laatste avondmaal. En daar gaan we straks ook over zingen. Het thema van vandaag is de dag van de liefde. En voor mij is dat helemaal niet Valentijn. Voor mij was dat de dag dat ik antwoord gaf op Gods liefde. Dat ik ook zei, Jezus, u bent ook voor mij gestorven. Ik wil uw liefde beantwoorden. Ik wil mij ook laten dopen. En de dag waarop ik gedoopt ben, dat is voor mij de dag van de liefde. En dat is vandaag voor jullie. En die dag wens ik een ieder toe. God heeft zijn hand naar een ieder van ons uitgestoken. En hij wil het hart van een ieder van jullie herstellen. Hij wil een ieder die vermoeid of belast is, rust en vrede geven. Ik zou zeggen, pak die hand. Want anders dan in de hand van de Titanic film, laat die hand jou nooit weer los. Ik beveel het van harte aan. Amen.
zo heb ik ook jou lief gehad. Zo heb ik ook jou Nou, goedemorgen allemaal. Wij zijn dus Lucie, Mariette en Jelmer. En wij gaan een liedje doen. We hebben de tekst van het liedje All of Me. En daar hebben we een andere tekst op bedacht. Of in ieder geval, dat hebben Lucie en Mariette, die hebben een andere tekst op gemaakt. En ik ondersteun ze met saxofoon. En Randy helpt ons op de piano.
distractions, I can still be in your presence. You gave all of you, now I give all of me. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. So I give you all of me. Yeah, I give you all of me. Oh, so I give you all of me. Yeah, I give you all.